Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen olala en oorlog. Brussel was toen nog een tier. Hallo, ik ben Tom Schamp, illustrator en boekenmaker. En we zijn hier in het centrum van Brussel, de hoofdstad van België, Europa en ook van mijn universum. Een stad die mij voor een stuk gevormd heeft tot wie ik ben, want ik heb hier altijd rondgelopen als kind. Dus veel van de beelden in mijn boek zijn beïnvloed door Brussel en door deze stad. We gaan even naar het echte centrum van Brussel. Manneke Pis, die laten we even voor wat die is. En we gaan naar de Grote Markt. Ook heel toeristisch, maar ook heel mooi. Ja, deze winkel is uitsluitend voor toeristen bedoeld. Maar ik vind wel hun mozaïek op de vloer erg mooi. Omdat het eigenlijk het mooiste album van Kuifje illustreert. De Blauwe Lotus. Dus die zwarte draak komt rechtstreeks uit een stripalbum. Dus als we door dit steegje lopen, komen we naar mijn gevoel op een van de mooiste pleinen van, zeg maar, de wereld uit. Formidable. Ja, het is natuurlijk een beetje een tourist trap, maar dankzij of door corona zijn er heel weinig toeristen en heb je dus het plein helemaal voor jou alleen. Daar heb je bijvoorbeeld het broodhuis, in het Frans heet dat dan Maison du Roi. Die vertalingen zijn soms erg ingewikkeld in België. En daarmee zit je onmiddellijk een beetje in wat België en vooral Brussel zo typisch maakt. Het is eigenlijk een tweetalige stad. Ooit werd er wel wat meer Nederlands dialect gesproken. Maar daarna is het een grotendeels Franstalige stad geworden. En nu is het een heel multiculturele of meertalige stad geworden. Er worden heel veel, ik denk een honderdtal talen gesproken. Dus eigenlijk zijn we nu met heel veel minderheden bij elkaar. En de Nederlandstaligen zijn daar één van de minderheden van. En eerlijk gezegd vind ik het wel een leuke positie om niet echt tot de meerderheid te behoren, maar gewoon een beetje een buitenstaander te zijn die alles waarneemt. En altijd ook een beetje een vreemde te zijn in mijn eigen stad. Wat wel grappig is, ik kan me niet meer precies herinneren, maar ik ben dus een kind van de jaren 70 van de vorige eeuw. En toen was dit gewoon een soort parking waar auto's op parkeerden bij gebrek aan parkingplaatsen. We gaan nu naar Passaporta, een van de weinige Nederlandstalige boekhandels. Het is een boekhandel waar boeken in vele talen zijn, goede boeken. Vooral Nederlands, maar ook Franstalige, Engelstalige, Duitsstalige, meertalige boekhandel. Volg maar. Ja, de Grote Markt is natuurlijk een beetje een koekendoos op zich met al die oude gebouwen, met dat goud. En toevallig heb ik voor deze winkel een aantal koekendozen gemaakt waarop de Grote Markt te zien is. Ja, op het deksel is er driemaal een vrouwtje te zien, waarvan je kan afvragen of dit nu de ware Elisabeth is. Maar op de zijkanten zie je bijvoorbeeld het broodhuis waar we daarnet waren. En aan de andere kant zie je dan een interpretatie van het stadhuis. De toren konden natuurlijk niet helemaal op. En de rest zijn allerhande huisjes die me typisch Brussels leken. Dus het is een vrije interpretatie van de Grote Markt in Brussel. En de inhoud van de doos is eigenlijk vaak nog beter dan de buitenkant ervan. Hè. Chocolade of wafeltjes. Dus ja, ik maak niet enkel boeken. Ik heb ook altijd mijn boekwerk gecombineerd met werk voor andere doeleinden, voor posters en voor postkaartjes, postzegels. En dus ook koekendozen of gezelschapsspellen. Wat ik eigenlijk wel best leuk vind, zo van die verpakkingen. Daarmee kom je nog meer dan met een boek ergens in een huiskamer terecht waar niemand om jou gevraagd heeft. En plots maak je deel uit van andere mensen hun intieme leven. Hier zijn we bij Passaporta, dus kom maar even binnen.
Wel, omdat we de boeken heel voorzichtig willen vastpakken, ontsmetten we onze handen natuurlijk eerst. Dit is bijvoorbeeld het boekje in het Nederlands. Waar is iedereen? Of deze is eigenlijk een van de eerste boeken die ik met Otto maakte, was Heen en Weer. En dan vervolgens maakte ik een boek Naar de Stad. En het zijn eigenlijk boeken die je in twee richtingen kan lezen. Dus je moet eerst helemaal zo en dan aan het einde van het boek keer je weer naar het begin. Dus het is een lusboek. En bijvoorbeeld hier ga je echt vanuit de suburbs naar het centrum van Brussel. En dit zal ongeveer bijna het centrum van Brussel zijn. Toen waren er nog heel veel auto's in Brussel. Nog steeds een beetje te veel, maar toch al veel minder. En dit zijn dan de Brusselse huizen zoals ik me die verbeelde. En ik denk zelfs dat hier ook een grote markt in zit. Ja, hier zit een interpretatie van de grote markt in. Met veel chocola. En allerhande souvenirs. Musea. Parken. En dan de stad die steeds groter wordt. En de auto die gekuist moet worden. En dan keer je terug langs een andere weg naar huis. Ja, het is best leuk van de boeken terug te vinden in een boekenwinkel. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Dat boeken, ja, blijven leven. En dat is wel grappig om te zien hoe sommige boeken veel langer blijven leven en andere boeken sneller verdwijnen. Maar hier hebben ze ook wel altijd een leuke selectie van de meeste collega's, ook die ik ken hier in Vlaanderen. Heb je bijvoorbeeld Karel Kneut of Leo Timmers. Maar ook heel veel andere internationale boeken vinden hier wel altijd hun plekje. Oh, Brussel was toen. Brussel was toen nog een tierige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de kasseien rond de Sint-Katlijn. Dansende sleepjurken en de knevels. Op de kasseien was het een dansend festijn. Ik vermoed dat het oorspronkelijk een van de lelijkste muren van Brussel was. Op een plek waar niemand wil zijn. Ik denk trouwens dat dat een titel is van een boek van Brecht Evers. En wat er... van gemaakt is eigenlijk het tegenovergestelde. Eigenlijk, hoe kan je iets waardeloos tot iets van enige waarde maken? Wel, hier zijn we aan het kanaal. Eigenlijk is dit de oude Zennevallei, de rivier die door Brussel liep. En in tegenstelling tot pakweg Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen, is er niet zoveel water meer in Brussel te zien. Dan is dit de enige waterpartij die ons rest. En gelukkig is dit water scheidt eigenlijk Brussel stad van Molenbeek. Molenbeek heeft helaas een slechte reputatie in de loop van de afgelopen jaren gekregen. Maar gelukkig is er sinds een jaar of drie het MIMA, het Museum for Street Art. Ik weet niet juist waar de afkorting voor staat. Iets met Millennium. En binnenin hebben ze ook altijd heel fijne tentoonstellingen lopen rond street art. Dus je hebt enerzijds de muren die je kan tegenkomen in Brussel stad. Al dan niet legitieme muren of gewone graffiti die knap zijn, maar die illegaal geplaatst zijn. En dan heb je hier binnen in het museum ook een fijne internationale selectie die gedurig vernieuwd wordt. Dus binnenin zijn de kamers altijd helemaal vol geverfd, maar kom je binnen een half jaar terug, dan zien die kamers er weer helemaal anders uit. Fijne plek. Hier langs het kanaal zie je trouwens al die kleine molentjes. Is een knipoog naar de naam van de gemeente Molenbeek. Namelijk al die molentjes naast deze beek, naast dit kanaal, vormen één lange Molenbeek.
In Brussel, ik zit in je binnenzak. Een warme jas, je binnenstad. Intussen zijn we duidelijk aangekomen in de suburbs, in de buitenwijken van Brussel. Een heel stuk groener dan waar we waren. Om een of andere reden ben ik hier uiteindelijk beland, waar ik ooit als kind ook gewoond heb. En dat er een bos aan is en een park. En wel, hier in dit park kwam ik vroeger vaak spelen met onze zonen toen ze klein waren. En dan daar in de verte zie je allerhande borden staan. Verbodsborden. Je mocht, hier is een vijver, je mag hier niet zwemmen, je mag hier niet vissen, je mag hier niet lopen, je mag hier niet met een bal spelen, je mocht hier eigenlijk helemaal niks. En ik vond het dus wel grappig toen de gemeente mij een jaar of twee geleden vroeg van of ik een bord wou maken waarop alle verboden staan in dit park wat je niet mag doen. Dus ja, overal waar ik in een park opduik, duiken die borden ook op. Het is een vorm van toegepaste kunst. Je zit eigenlijk in het leven van andere mensen zonder dat ze erom gevraagd hebben. Sommige mensen worden er blijkbaar kwaad van, want beginnen die borden spontaan aan te vallen. Maar zo leeft eigenlijk een illustratie zijn eigen leven in de gemeenschap. 20 jaar geleden of zo hebben we hier een huis gevonden. Onze straat heet niet voor niets de Berkenlaan. Wij hebben namelijk een berk voor onze deur. Ons atelier ligt helemaal achterin in de tuin. Dus volg maar even langs het tuinpad. En daar maak ik eigenlijk al mijn schilderijtjes. Voor mensen die de weg niet weten, die kunnen hier altijd de pijlen volgen. En hier werk ik dus. Hier maak ik eigenlijk al mijn beelden. Zit ik vaak 24/7 in de put, maar ik zal het jullie even laten zien. Kom binnen. Hier wordt alles gemaakt. In de eerste plaats geschilderd en dan gescand en vervolgens verwerkt. En wat ben ik toevallig aan het schilderen? Een eigen interpretatie van het mooie Moskou, waar ik nog nooit geweest ben, maar waar ik op vraag van een Franse klant volop daken van aan het schilderen ben. Ik ben destijds begonnen als een tekenaar, echt, als iemand die tekende met inkt. En eigenlijk terwijl ik studeerde voor illustrator, dus ik heb echt gestudeerd in Brussel en in Polen om illustrator te worden, wat ik dan ook geworden ben. Ik merkte al heel snel van, ik zal nooit zo'n goede tekenaar worden als Joost Zwarten of Ever Meulen of laat staan Hergé. Dus ik heb gewoon iets anders gezocht en ik heb de lijn laten vallen en ik ben beginnen schilderen. En als ik schilder, ja, dan moet je dat eigenlijk redelijk letterlijk nemen, dus ik begin eigenlijk gewoon vanuit een kleur. En ik word heel vaak aangesproken op mijn kleurgebruik. Dat is iets dat ik in de loop der jaren gemerkt heb, van dat de meeste mensen zeggen van ik ken jouw werk en ik hou van de kleuren die je gebruikt, of hoe maak je die kleuren. En dus op een bepaald moment besloot ik van, ja, omdat ik die vraag zo vaak krijg van wat betekenen kleuren voor jou en hoe maak je die, van ja, waarom maak ik niet gewoon een boek over kleuren waarin ik een beetje uitleg wat kleuren zijn. Dus en dan ben ik aan dit werk begonnen. En ik vond het wel belangrijk van dat ik een beetje een wetenschappelijke basis, is een groot woord, maar toch een beetje uitlegde van hoe kleuren tot stand komen. Dus ja, die kleuren, hoe leg je zoiets uit aan kinderen? Kleur is uiteindelijk ook maar iets dat enkel in onze perceptie bestaat. Onze kat bijvoorbeeld ziet al veel minder kleuren dan wij mensen en waarschijnlijk ziet hij die kleuren helemaal anders. En ik ben wel vertrokken vanuit de kat Otto, een figuurtje waar ik al een heel aantal jaren, sinds 2007, dus al 13 jaar, mee optrek. Ooit was het een katje dat enkel
in een auto voorkwam. Ik weet niet of ze hier in deze autootjes voorkomt. Ah, hier is ze. Papa of mama zit aan het stuur en Otto zit achterin en ziet op die manier de wereld. Maar ik vond het wel leuk, omdat Otto grijs is, om te vertrekken vanuit de kleur grijs. Eigenlijk de meest ondergewaardeerde kleur. Als je in België woont, dan ken je minstens 50 tinten grijs, want wij zijn gewoon met het grijze weer te leven. Het atomium dat hier op slechts een kilometer vandaan is, is natuurlijk ook grijs. Ik heb een grijs palet geschilderd van die Greyhound bussen in Amerika. En dan ga ik langzaamaan verder met die grijze tint. Ik zeg van hoe grijs tot stand komt, namelijk een soort mix van zwart en wit. Maar wat je hier ziet, zijn allemaal kleine losse elementjes terwijl ik aan het denken ben. Dus het zijn eigenlijk mijn schetsen bijna. Hier was ik een Russische beer aan het tekenen met een grijze jas en ik was nog van plan om een schilderijtje à la Malevich daarbij te tekenen, maar ik ben uiteindelijk niet zo ver geraakt, want ik ben dan naar het volgende overgegaan. Toen kwam ik op het idee van, ah ja, als ik in de loop van het boek Otto telkens een andere judo-gordel geef, dan kan ik van zwart-wit kan ik naar geel gaan, dan komt er zon in het geheel. Dan komen er bussen uit Amerika aangereden of taxis uit New York. En zo ga ik eigenlijk maar verder over. En dan van geel moet je natuurlijk naar oranje gaan. Maar ik zal jullie misschien even laten zien hoe ik dan van zo'n print naar een print in het boek kom. Want daar zit nog een heel stuk achter. Bijvoorbeeld hier, die print waar ik nu aan het werken ben. Voor Moskou. Ik heb eigenlijk een heel aantal figuren geschilderd. Hier, kijk, heb je een heel aantal personages. Dus ja, sorry dat ik me van de clichés bedien en dat ik me... Hoe noem je dat eigenlijk in het Russisch? Zijn dit matroeskas of baboeskas? Of wij zeggen Russische poppetjes. Maar op de achtergrond heb je dan een soort regen van die poppetjes, een beetje op de wijze van René Magritte, een soort surrealistische regen. Onderaan heb je dan een skyline van een volledig imaginair Moskou. Maar in werkelijkheid wordt dit een gigantisch doek van 4 meter bij 3 meter hoog. Dus ik moet het helemaal in elkaar puzzelen met mijn nieuwe geschilderde elementen. En al die zaken komen dan samen in zo'n digitaal beeld. En ik vind het wel een leuke afwisseling, omdat ik heel vaak uren aan een stuk aan het schilderen ben. En ik vind het schilderen wel belangrijk, omdat ik op die manier, hè, zoals ik al zei, vanuit kleur echt iets schep. En ik vind die textuur belangrijk. En het is echt mijn eigen wereld. Maar ik vind dat andere gedeelte, dat editen of dat... puzzelen met al die elementen, ja, is echt het speelse en is een beetje het kind in mij dat zegt van, oh ja, ik heb nog wel ergens een beer zitten en dan zoek ik eigenlijk. Hè. En dus daar kan ik eigenlijk mee vlotjes spelen en dan kan ik die beertjes allerhande zaken laten doen. Dit waren eigenlijk beertjes in een Antwerpse context, maar die zal ik dus ergens in Moskou droppen en dan aan een oud Duits neurtje, da, da, da. En dan denk ik aan het Russische da. Ik vermoed dat die mensen die dat liedje gemaakt hebben nooit die bedoeling hadden, maar ik kan daar dan mee spelen en dat is het mooiste aan mijn beroep, dat ik eigenlijk gewoon altijd mag verder blijven spelen. Ja, ik maak niet echt zo'n duidelijk verschil tussen werken voor kinderen of voor volwassenen, omdat ik het gevoel heb dat het in mijn eigen hoofd allemaal een beetje door elkaar loopt. En dat vind ik ook het mooie van dat jeugdherinneringen gecombineerd worden met zaken die ik nu of gisteren op Instagram heb gezien. En dat ik gewoon al die invloeden lopen sowieso door elkaar. Ik maak daar geen onderscheid in. Het voordeel van beelden maken, want ik vertrek echt altijd vanuit beelden, is natuurlijk dat je voor een heel internationaal publiek kunt werken. Dus om even het te tonen dat er niet zoveel verschil is. Je hebt kinderboeken, maar bijvoorbeeld deze prenten maak ik... Ik werk al jaren voor de Japanse markt.
En dat is dan echt geen literair werk, het is echt commercieel werk. Ik werk voor shoppingmalls in, dit is bijvoorbeeld een shoppingmall in Kobe, een stad dichtbij Osaka. Dit is voor hun kerstcampagne, maar ik doe dus al hun seizoenscampagnes. Dit was voor de lente dit jaar. En dit zijn eigenlijk de elementen die ik schilder, dus ja, ik maak daar dan hele andere affiches mee, maar eerst moet ik al die losse elementjes schilderen, dan snij ik die uit. En dan begin ik daarmee te spelen, eigenlijk een beetje zoals een kind speelt met een combinatie van Playmobil en Lego en alles door elkaar. Het is er niet echt een verschil tussen, is deze tekening gemaakt voor kinderen of is die voor volwassenen? In dit geval wordt ze gebruikt voor een volwassen publiek, maar ja, in van die shoppingmalls komen ook natuurlijk kinderen en gezinnen, dus ik denk dat ik een soort gezinsvriendelijk tekenaar ben geworden in de loop der jaren. Ja, bij het tekenen hoort natuurlijk veel koffie. Ja, ik doe er wel nog steeds een beetje suiker in. Want koffie moet bij mij zoet zijn, net zoals mijn prenten. Altijd een beetje zoet. Ik zal even een beetje schilderen, dus ik zal mijn kleren beschermen. Daarvoor hebben we deze schorten, speciaal uit Frankrijk, ook geïmporteerd, ondertussen al behoorlijk vuil. Wegens dagelijks gebruik natuurlijk. Op zich zou ik even graag met olieverf werken, zoals mijn grote voorbeelden. Hè. Ik toonde al een aantal tekenaars die me beïnvloed hebben, maar wie ongetwijfeld het meeste invloed op me heeft, is een andere landgenoot, hè. Is Breugel, Pieter Breugel de Oude. En de manier hoe hij schildert, ja, heb ik altijd mooi gevonden. Als kind al kon ik daar heel lang naar kijken. Dus ja, Breugel is ook echt als tekenaar begonnen. En maakte eigenlijk van die etsen die gedrukt werden en verkocht werden als prenten in Antwerpen. En waarschijnlijk was hij daar bekender voor bij het grote publiek. Maar ik vind het wel een illustrator ook op een of andere manier. Hij maakte die werken ook altijd in opdracht. En dat vind ik ook een van de mooie dingen aan het beroep van illustrator. Want sommige mensen zullen misschien zeggen van ja, illustrator is toch een soort tweederangs schilder of een dienende figuur. Maar als illustrator is het mooie van dat je telkens opnieuw situaties moet uitbeelden waar je tevoren nog nooit in verzeild was. En ja, ik moet me dus behelpen met de kennis en de middelen die ik ter mijn beschikking heb. Maar ik moet wel telkens opnieuw iets bedenken. En het is dan in eerste instantie gewoon voor die klant of voor die toepassing. Maar achteraf wordt daardoor eigenlijk mijn eigen vocabularium, mijn eigen beeldentaal steeds ruimer. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais.